Hallo kijkers van IDT, ik ben Mark en vandaag weer met Prison Art Check. En zoals jullie kunnen zien is er weer een gigantische rel bezig. Dus het gaat weer helemaal positief zo te zien. Ik gooi er weer even een sierentje bij. Terwijl ze lekker een beetje aan het rellen zijn. Ach, altijd zo leuk. Nee, maar we gaan in deze aflevering dus eventjes kijken. We moeten namelijk de kantine gaan we eens even proberen uit te breiden. En zoals jullie zien zijn ze nog keihard mee bezig. En zoals het wel valt te horen ben ik verkouden. Sorry daarvoor als ik heel zit te hoesten en zo. Maar er valt dus niks aan te doen. Oké, ik ga dus gewoon beginnen met telefoonhokjes. Gewoon een beetje hier achterin. Gewoon vanwege dat ze dat dan op kunnen doen. Oké, dan zet ik er ook wat van die halterbanken neer. Gewoon een beetje random. Dan weer de kantine neer te zetten. Oh. Even kijken. Ik denk dat ik er ook van douches neer ga zetten. Zal ik dat doen? Is dat handig? Nee. Dat doet op zich niet. Ik denk dat we de rest gewoon neer gaan stouwen met tafels en zo. Is hebben we die andere dingen nodig? Waar zijn ze? Is je fit tafels of iets? Zijn veerstation, ja, die hebben we nodig. Zo irritant dat ik weer verkouden moet zijn, maar ja, daar kan ik niks aan doen, dus. Oké, dan zetten we daar wel bij de ingang neer. Zetten we er hier ook wat in die hoek neer. Ik kan er ook wel wat meer bij. En dan hier al wat. Oké, de rest van de gewoon tafels is zo. Kunnen we wel gewoon gaan kopiëren en plakken, dat lijkt me wel het verstandigst. Prestatie ontgrendeld, opgesloten. Hoe dan wel kom ik aan thuis uit het gevangenen? Oké. Bouw een gevangenis met 500 gevangenen in een speltype gevangenis architect. Maar het probleem is, ik heb 1000. Ik ga ook nog even wat artsen aannemen. Ook fijn. In totaal neem ik toch wel tot 50. Kost ons wel weer een hele bult geld. Holy fuck. De gevangenen blijven maar komen. What the fuck? Nou ja. Komt vast en zeker wel goed, want we hebben toch een behoorlijk wat gevangenen die toch dood zijn. Oké, dat is de eerste reeks.
Nou, je kunt zeggen wat je wil, maar dat wordt best wel veel voor geregeld. Doe ik het weer? Why? Kunnen we zoveel nog een beetje kopiëren, denk je? Zou net moeten passen. Al die balmannetjes. Oh ja, daar heb ik hier nog een plek. Oh nee, niet zo. Dat gaat niet werken. Dit kopiëren en plakken is in ieder geval veel, veel makkelijker om te doen. Zo, ik denk dat dit wel duidelijk is dat dit gewoon een gigantische kantine moet worden. Oh my god. En misschien moet ik ook maar mijn tijdelijke cel eventjes gaan uitbreiden, denk ik. Wat holy shit, die kan ik dat kan ik toch niet allemaal regelen? Hoe wil ik dit gaan regelen überhaupt? Lekkere drukte hier, oh. Godverdomme. Hoe zit het met die dodencel eigenlijk? We hebben er nog twee. Ook al zie ik ze niet hier. En een Bergje en Mark Taylor. Oftewel ik dus. Maar het is dat we nog 500 lijken hebben. Dus dat zal op zich wel goed moeten komen als we daar even wat eerst voor gaan zorgen. Kan ik daar niet hoge prioriteit aan geven dat dat eerst moet? Denk dat ik dan beter gewoon alleen personeel. Ik kan zetten. Oké, eens zien. Hoe zit het hiermee? Oh, schiet wel aardig op. Kok zijn ook weer lekker bezig. Ik denk dat ik alvast dit ga instellen op kantine. Dat doe ik even zo. Ja, dit reutelpje is veel smoother. Moet je toch gek vinden? En daar komt de lijk weer. Nou ja, ze gebruiken het wel.
Kleren. Misschien moeten we onze wasruimte even. Ja, misschien hebben we gewoon meer kleren nodig. Dat zal het wel zijn, denk ik. Ook wat meer van die wasmanden regelen. Die hebben ze zo te zien ook al bezig ervan gekaapt. Met de was van de gevangenis. Ja, dat is wel handig om te hebben, ja. Had ik die kantine al? Nee. Dat het alleen voor medium bewaren of bij het gevangenen zijn. Dat lijkt me op zich wel wat. Oh god. Dan zet hem maar bij de ingang gewoon van uw gewapende voor de bewakers neer, want schiet maar even wat van die oproeppolities even erbij halen. Echt, daar heb ik net een nieuwe mooie kantine. Gaat ze er gelijk in zitten rellen? Ja, dat is handig. Oké, daar is de oproeppolitie. Oké, top. Wat zijn nu de hoogste behoeften? Ja, hygiëne kan ik wel begrijpen, want ze moeten natuurlijk heel de tijd in hun eigen kleren en zo doen. Ik ga gewoon bij de kantine ook gewoon van die douches neerplempen. Waarom niet? We hebben toch nog ruimte. Dus hier komen allemaal van die afvoer dingen. Zodat als ze willen, kunnen ze ook tijdens het eten gaan douchen. Ik zou bij God niet weten waarom ze dat hier zouden doen, maar oké. Ik had het wat je ook heel irritant van. Oh, iemand wat er getaste zo te horen. Heerlijk.
Zo. Dan moet dat in ieder geval ook gefixt zijn, denk ik. Wat, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat het leuk vond. Geef een like voor mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.